We zijn er weer. We hebben terug. We waren gebleven bij koning James. Nee, Henry de VIII. Sorry. En ik moet even wat speelmateriaal hebben. Dus hier in Arnhem in de Rijnstraat. De hele goede clarinetisten. Die staan bij de vuilnisbak. Het is klote weer, zoals je kan zien. Ja, als je een goede clarinetist bent, dan moet je naar Arnhem komen. Dan ga je hier gouden centen verdienen. Maar terug naar Hendrik de VIII. Die dus wilde trouwen met Anne Boleyn. En die andere vrouw van hem die onvruchtbaar was, naar zijn mening. Die wilde hij dan even gaan dumpen. Dat mocht hij van de paus. Dus hij gooit de kont tegen de krib. En via, via, via. En het koningschap het alsmaar overgedragen natuurlijk. Toen kwam het terecht bij Elisabeth de Eerste. En die was echt helemaal protestants. Die had ook connecties met John Dee. Een soort mysticus. Nou, tegen koningin Elisabeth de Eerste zijn 5 moordaanslagen geteld. Dus 5 samensweringen. En toen kwam daarna, na haar, want ze heeft nooit vermoord, alles heeft ze opgelost. De hand van God, zeggen sommigen. En daarna kwam koning Jacobus de Eerste. En die hebben ze dus op willen blazen met het buskruid. Verraad, de buskruidcomplot. Op zijn Engels, de gunpowder plot. Dat is allemaal mislukt. De gunpowder plot is uitgekomen. Het heeft een mede-katholieke broeder, een van de vent, heeft dat verlinkt. En waarom niet? En toen hebben ze, daarna hebben ze de Armada op Engeland afgestuurd. En die is ook helemaal verongelukt. Ze werkte ook niet. Nou, toen zijn ze overgeschakeld naar een al oude tactiek en ze zijn gewoon geïnfiltreerd. Oké, het gaat te hard regenen. Wacht even, hij gaat nu naar huis. Hij denkt echt, take the money and run. Ja, precies. Het is nu tijd om terug te gaan naar Syrië. Of zo. Snel de pijp uit elkaar halen. Oh man, wat is het koud hier. Ja, dan ook in Syrië lopen spelen, man. Ja, daar hebben ze natuurlijk geen geld. Hè? Nee. Kijk, er is nog zo'n vrouw en die geeft hem nog wat. Dan denk je, ik ben blij. Ja. Arme man. Wat moet hij doen? Ah, even in de winkel staan nog. Even een beetje droog. Arme vent. Kijk, deze naar die gaat. Ja. En hoe lang is deze? 1 minuut 7. Oh, is ook wel leuk. Nee. Maak het uit. Zo. Die moet je dan hebben. Oké. Ook wel leuk. Zo ook met de regen is dit. Regen in Arnhem. Toen hebben ze Engeland van binnenuit gewoon weer geïnfiltreerd. En bisschoppen aangesteld. Er waren gewoon eikels. En die begonnen gewoon toch weer gewoon overnieuw. Nou, het katholicisme van onderaf weer helemaal opbouwen. En halverwege de 18e en 19e eeuw, dus 1850 of zo. Toen hadden ze de boel goed onder controle in Engeland. Dus Engeland eigenlijk weer helemaal van de paus. Nou, toen zijn ze Engeland gaan gebruiken om die opiumoorlog te beginnen tegen China. Want die lui houden niet van ophouden. Ze hebben graag
doorzetters. Dus hebben ze Engeland gebruikt om opium te gaan verspreiden in China. Nou, dat vonden die Chinezen natuurlijk niet leuk. Maar ja, dat maakte hun geen donder uit. En dat heette dan de opiumoorlog. Nou, toen daarna weer. Het is een hele korte dit. Hadden ze dus in Amerika hadden ze dus Lincoln vermoord, dus 1860 dinges of zo. Is dit trouwens van Philippi? Dit is het duivelshuis. Ik geloof het niet hoor. Is het helemaal vergeten? Wat is het allemaal? Dansende negers, dat wel. Dit is een evenemententerrein. Ja, jongen, dansen en allemaal politiebussies. Ja, het is feest, hè? Dus dan moet de politie moeten zijn. Dan moet de politie. Het is namelijk feest en voor hetzelfde geld loopt feest uit de hand. Hè? En het feest is vlakbij het duivelshuis, dus daar moet je echt voor oppassen. Oh, vandaar. Snap je maar. Maar hier is ik een duur. Dit is voor mij de rest van het feest. Ook heel leuk. En een herrie dat het is, jongen. Er is dus echt geen hond, hè. Alleen maar beveiligingsmensen. Ja, ze zijn wel aan het schoonmaken, maar er was voor de rest ook echt geen hond. Tamaboel. Maar wel allemaal mooi afgezet en allemaal beveiligingsmensen en politie erbij, dat het niet uit de hand loopt. Dat we allemaal gaan luisteren naar die DJ en die roept dan oetje oetje, oetje oetje, over oer oer. Want de DJ's hebben eigen taal gebruiken, dus je hebt de DJ die roept oer oer, maar je hebt ook zo hoe hoe ho, 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 ho. Dat is een heel ander soort DJ. Ja. Dus het zijn echt... En de ene die houdt dus meer van die oetje oetje. En de andere is meer dan, nou nee, we hebben vorige week al zo'n DJ gehad. We hebben nu een DJ die meer hoa, 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 hoa. He, dus, kijk, de mens blijft altijd gevoelig voor smaak. Je hebt altijd verschillende soorten van smaak. En dit, is, dus, dit heet dus smakeloos. Maar ook in smakeloosheid heb je allemaal smaken. Wat maakt het uit? Maar dit is van veel, dit is 3 seconden, dit is helemaal niks. Dit is een proeffilm, ja. Ja, dit is mijn woning, ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Maar dit heb ik dus wel voorbereid. Even kijken of het nou goed gaat. Want dan heb ik dus hier de verfturnings aanstaan, ja. Dan zeggen we play. Dan even naar het begin, hoppa. Ja, play. Kijk hoe lang het duurt. Als dit klaar is, dan stop ik er ook mee. Voor zover ik dan kom. Mag ik wel iets dragen? Ik doe af en toe even op pauze. Ja, nee, ja, pauze hier. Ja. Zet je nou op pauze? Ja, hij staat op pauze. Ja, dit is wat mooier. Dan doe ik straks weer step en dan krijgen we weer andere foto's. Maar we waren dus gebleven bij de acties van de katholieke kuddekerk tegen de reformatie. Niet dat ik voor de reformatie ben, want ik vind dat mensen helemaal niet naar de kerk hoeven. Ik vind het iets ander geloof toegedaan. Iets meer christelijk. Meer Jezusachtig. En bij die reformatie, daar was dus behoorlijk tegen het zere been van meneer de paus en zijn vriendje. En die zijn dus die contra-reformatie begonnen. En dat was dus in Engeland met de Armada. En Henry de VIII was mee begonnen. En de koning Jacobus, toen kwam die Armada. En de Gunpowder Plot. Die ging eraan vooraf. In Duitsland was natuurlijk ook een probleem.
Want Maarten Luther was een Duitser. En in Nederland ook. Nou, dan zijn ze in Duitsland de 30-jarige oorlog begonnen. En in Nederland de 80-jarige oorlog, als ik me goed herinner. Dat was geen oorlog van Spanje tegen Nederland. Nee, dat was een oorlog van de paus tegen de gereformeerden. Want de paus houdt niet van gereformeerde mensen. Die houdt niet van. Vindt u niet leuk? Kst, kst, wegwezen. Ja, en dus halverwege de 19e eeuw, schieten we verder in de 10e, daar heb ik het net over gehad, dat ze Engeland helemaal onder controle hadden. En ze China gingen bestoken met die opium. In dezelfde tijd hadden ze Amerika ook onder controle. Want in 1865 hebben ze Abraham Lincoln vermoord. En Abraham Lincoln, die wist van het een en ander. Die hebben ze gewoon doodgeschoten. American Constitution uit 1776, die zette de deur open voor de katholieken. En ze hebben aan alle kanten zijn die katholieke kuddedieren ons binnen gedrongen. En overal verspreiden ze dat een valse dogma. En iedereen gelooft in. Van ja. Je moet gewoon geven om de armen. En het vervelende is dat de paus, die maakt arme mensen. Hij creëert de armen. En roept iedereen op om zijn bedelaars te geven. En de paus houdt niet van economisch welzijn. Hij heeft het wel nodig, maar liever neemt hij het over. De paus en de maffia, dat is niet zo'n groot verschil. Maar goed, die maffia die had dus Engeland weer onder controle halverwege de 19e eeuw. Ze hebben Duitsland en Nederland aangevallen. Dus de 30-jarige oorlog was begin van de 17e eeuw. De 80-jarige oorlog was ongeveer hetzelfde. Dat was met die tijd van die armada. Terwijl ze de boel redelijk onder controle dachten ze. En die Duitsers die bleven maar doorgaan. En die, in Duitsland had je een lappendeken van hertogdommetjes en graafschapjes. En alles was heel harmonieus. En iedereen zei guten Tag en Grüß Gott. En dat ging als een kei met Duitsland. En dat beviel de paus niet. Dus ze moesten opnieuw komen. Dus sinds de paus is de tweede 30-jarige oorlog gestart tegen Duitsland. Maar daarvoor had hij wel poen nodig. En de poen die kwam natuurlijk uit Amerika, want Amerika was een project van de paus. Dus de paus die besloot om te gaan oogsten in Amerika. En die stelde de Federal Reserve Bank in. En dat betekende dat iedere Amerikaan alleen nog maar over dollars kon beschikken die uitgekeerd waren door die private bank. Dus de paus verklaarde zichzelf eigenaar van dat geldsysteem. En Woodrow Wilson, de toenmalige president van Amerika, die heeft dat getekend. At gunpoint, zeggen dan de Amerikanen. Het was gewoon tekenen of anders. Gewoon maffia. Maar toen had de paus het hele geldsysteem van Amerika in handen. En kon hij die oorlog gaan financieren. En dat heeft hij gedaan ook. Dus Adolf Hitler is gefinancierd vanuit Amerika en vanuit Zwitserland. En ze hebben dat helemaal opgezet. En Adolf Hitler zijn baan was om het Duitse volk te vernietigen. Duitsland kapot te maken. En het is Hitler hartstikke goed gelukt. Duitsland was één grote puinhoop.
En dat Hitler zijn karweitje geklaard had. En de vraag is dan natuurlijk, wat is er met Hitler gebeurd? Ons wordt verteld dat hij omgekomen is in een bunker in Berlijn. En in die dagen deden er verhalen de ronde als dat Hitler mee was gegaan met de operatie Paperclip. En dat de operatie Paperclip bestaan heeft, is een voldongen feit. En bij de operatie Paperclip zijn tienduizenden nazi's veilig afgevoerd naar Rusland, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en misschien ook Zuid-Afrika. Je weet het niet. Maar met name Noord- en Zuid-Amerika. Werner von Braun bijvoorbeeld. Is dat denk ik in Noord-Amerika? En waarom zou Adolf Hitler dan niet meegenomen zijn? En waarom hebben ze Adolf Hitler laten verrotten? Als de rest allemaal een veilig heenkomen gekregen heeft, waarom de Führer dan niet? Ja, misschien is dat logisch. En daar snap ik er niks van. Of dat verhaal is waar, dat ze Adolf Hitler, Adolf de vioolspeler, dat ze hem gedrogeerd hebben. En gewoon helemaal totaal versuft in een Mercedes hebben gestopt. En afgevoerd naar Argentinië en gezegd van, jij bent Teletubby in La La Land, dit is je huis. En volgende week krijg je bezoek. Waarom dat laatste niet? Zou toch kunnen? Ik vind het een beetje raar dat je je leider zo laat stikken. Als je toch wegvlucht. Onze regering in de tijd van. Onze regering staat onder controle van de paus. Al sinds jaar en dag. De katholieke kerk heeft een enorme boost gemaakt in het begin van de 19e eeuw hier in Nederland. Heel veel kerken gebouwd, heel veel bisdommen, landen. We kennen van allemaal. En onze regering, en met name dan de familie Oranje, die staat onder direct gezag van die mensen. Ja. Wij zitten er hier al heel lang onder. En de rest, die worden aangevallen door de paus. En wij zitten gewoon onder de paus. En het wordt er echt niet leuk hoor. Het is alleen maar ellende dat we over ons heen krijgen. En de paus heeft ons naar Indonesië gestuurd. Met de politionele acties. Allemaal jongens. Van een jaartje of 1920, die kwamen totaal tureluurs terug hier naar Nederland. Waaronder mijn toenmalige schoonvader. Mijn schoonvader van indertijd. Die is inmiddels dood. Hij was echt behoorlijk aangeslagen. Door dat wat hij had moeten meemaken. Daar in Indonesië. En hij heeft me daar die geuren en kleuren van verteld. Hij koos er wel een raar moment voor uit. Dat was namelijk tijdens het kerstdiner. Of de kerstlunch, moet ik eigenlijk zeggen. Het was hartstikke lekker hoor. Een lekkere salade. Helemaal. Uitjes in het zuur. En toen gingen we er alles van vertellen. Dat is een beetje raar. Dat niet. Maar dat heeft de pauze even gegeven. Noord-Korea, Zuid-Korea, hetzelfde lijkt me. En met die politionele acties hebben we ons behoorlijk misdragen daar. En gebruik gemaakt van die Molukse mensen. Ja, die dus, omdat ze mee hadden gedaan aan onze misdrijven, daar niet meer zo populair waren. Dat kan je je wel voorstellen. Die mensen moesten veilig heen komen geboden worden. Nou, dat hebben ze gekregen. Een paar negerhutjes van oom Tom in Bemmel. Die mensen waren zwaar beledigd.
En toen, hè? Het enige wat de paus voor ze over had. Nou ja, toch niets meer aan ze. Ja, jullie waren leuk voor mij toen je nog Indonesië stond af te slachten. Maar ja, nu we daar de oorlog verloren hebben, heb ik niets meer aan jullie. Dus, fuck you. Ik kon jullie maar lukken, ze het maar mee. Dat was alles wat ze kregen. En dan brengen ze een trein tot stilstand en dan kunnen wij alleen maar zeggen, foei, dat mag je niet doen hoor, dat is stout. Bah, bah. En dan zouden die paus gewoon het land uit moeten zetten. En die paus die zit op zich natuurlijk in het Vaticaanstad ofzo, dus die hoeft op zich het land niet uitgezet te worden. Maar de paus moet ophouden met zijn invloed uit te oefenen op Nederland. Wij kunnen Nederland zelf wel regeren. Wij hebben die man met die vissershoed niet voor hem nodig. Er is niet zoiets als een onfeilbaar mens of een koning der koningen. Het begrip koning klopt dan niet echt. Daar staan een koning der koningen. Kijk, Willem-Alexander, die is dan van oudsher vanwege de traditie of whatever. Ik gun die man alles, dat maakt me echt niet uit. Maar hij is dan koning van Nederland. Hij is mijn koning niet. Maar ik zou nooit voor Willem-Alexander, ik zou hem niet willen dienen. Ik zou echt niet weten wat die man wil. Nou ja, hij kan me wel vertellen van, dag Perry, ik ben je koning en ik heb je iets bezig zien doen. Ik zou graag willen dat jij dat en dat ging doen. Ja, dan kunnen we het erover hebben. En als hij een goed plan heeft, die Willem-Alexander, dan doe ik dat nog gratis en voor niks aan. En dat doe ik dan voor hem formeel gesproken. Maar ik doe het voor ons allemaal, want koning Willem-Alexander is er namelijk voor ons allemaal. En dat hij van de familie van Oranje is, dat doet er niet toe. Dat is een temporaliteit. Morgen is het weer een andere familie. Of is het altijd een familie van Oranje gegeven? Dat zou ook kunnen. Maar dat laatste, dat weet ik dan niet waarom dat dan moet zijn. Ik snap dat gewoon echt niet. Volgens mij moet Nederland geregeerd worden op een rationele manier en op een rationaliteit. En dat de feiten die ten grondslag liggen aan die rationaliteit, dat die wetenschappelijk zijn vastgesteld. En dat we het niet hebben over bullcrap. Dat we op basis van bullcrap informatie beslissingen gaan lopen nemen. En wat momenteel schering en inslag is. En, Gaddafi die geeft Viagra aan zijn soldaten zodat ze meer vrouwen kunnen verkrachten. Dat stond gewoon in de krant destijds. Hoe Gaddafi nog leeft. En die bullcrap, die onzin, dat leidt ons alleen maar in donkerte, in duisterheid. En veel beter kan je je bezighouden met dat wat wel klopt, wat gewoon waar is. Bijvoorbeeld, dat ze gewoon in de krant durven te zeggen dat Gaddafi liet Viagra verspreiden onder zijn soldaten. En dat was helemaal niet waar. Kijk, dat is positief. Ja, dat is echt iets waar je denkt van, shit, Perry, dat je daar nou eens even bij stilstaat. Wat jokken ze toch in de krant? Precies. Het laatste wil ik even afsluiten met jullie iets te leren.
over die samensweringstheorieën. Hè? Er zijn dus geen samensweringstheorieën, er is alleen maar één samensweringstheorie. En Jan Hus was een van de eerste. Martin Luther kwam daarna. Abraham Lincoln, die heeft ook uit de school geklapt. John F. Kennedy was er ook een, trouwens. Ook een beetje buiten het potje gepiest. Maar voor de rest was John F. Kennedy gewoon helemaal katholiek en in de families. En het zou allemaal goed gaan. Dan kreeg je in de jaren 90 een fenomeen op de Amerikaanse tolkradio. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, praatradio. Bij de VPRO had je dat vroeger ook op zondagmiddag. Een programma over aliens en andere toestanden, paranormale ervaringen. En over seks. Dat is best wel grappig. Voor de zondagmiddag. Toen vond ik dat wel leuk. Dat luisterde ik met vrienden. Praatradio. Talk radio. In Amerika heb je dat ook. En daar hebben ze dan syndicated radio. Dat is een soort van verenigde radio. Dat heeft iets te maken met stations die koppelen aan elkaar door. En die vormen een syndicaat. Dan heb je op zich een lokaal stationnetje. Maar je wordt ook uitgezonden op die andere stations. Zijn ze door of zo? Dus dat is niet iets als de NOS die in één keer heel Nederland bedient. Ja, kijk. Allemaal kleine zenders. En dan had je een man daar op de radio. En die heette Minton William Cooper. En zijn roepnaam was Bill Cooper. Maar in diezelfde tijd had je ook een man. En die heette William Clinton. Roepnaam Bill Clinton. Nou, en laat nou Bill Clinton in het publiek zeggen dat Bill Cooper de meest gevaarlijke radiogastheer is die Amerika ooit heeft gekend. Want waar had William Cooper het over? Namelijk elke paus. Dat is een fenomeen wat ongelooflijk veel lijkt. Op de antichrist die genoemd wordt in de Bijbel. En daar had pas. De paus die hangt het dogma aan, dat is de verandering die hij heeft aan laten brengen in de Bijbel, in de interpretatie daarvan, dat het begrip antichrist wat daarin genoemd wordt, dat is een toekomstig fenomeen. Dat komt er nog aan. Terwijl mensen als Jan Hus uit het begin van de 14e eeuw zeiden, nee, die antichrist die zit in Rome. Want de paus is geen plaatsvervanger, secu vertegenwoordiger. Van Jezus Christus. Al was het alleen maar omdat de paus in dure kleren loopt. En dat de Jezus om te beginnen niet. En dat is de boodschap. En William Cooper die gaf die boodschap. En hij heeft die. Hij is doodgeschoten door de Belastingdienst. En er zijn mensen op het internet en die zeggen, ja, dat was zijn eigen stomme schuld. Aan de andere kant, hij is doodgeschoten door de Belastingdienst. Niet omdat hij een misdrijf had gepleegd of zo. Nee, gewoon, ze wilden poen van hem hebben. Of poen van hem zien.
En hij had die poen niet, denk ik. Nu raakt hij in paniek. Hij schijnt een wapen getrokken te hebben. En dat zou kunnen. En dat is het einde van William Cooper. William Cooper die was nog in leven ten tijde van 11 september 2001. En hij heeft toen gezegd op de radio, want mensen, dit wisten we al, dat dit eraan zou komen. Het verbaasde hem niets. Hij vond het natuurlijk wel verschrikkelijk. Dat wel. Maar hij snapte dat dat eraan kwam. En dat was september 2001. En ergens, 2, 3 maanden daarna, is hij doodgeschoten door een bassin. Hij heeft die dag van 2001 heeft hij de hele dag een uitzending gedaan. Erg interessant. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, dan zou ik die uitzending van William Minton, William Cooper, beluisteren. Die is iets van 6 uur of zo, 4 uur, weet heel lang, heel lang. En dan heb je minute to minute van die dag. Een live reporter. Die onderwijl naar de tv kijkt en ook snapt dat hij bij de neus genomen wordt. En dat er een toneelvoorstelling wordt opgevoerd waarbij dus echte mensen echt doodgaan. Hij snapt het. Hij wist het al. Hij wist dat het al gaande was. En die William Cooper heeft een hele mooie analyse. Het is een bijbellezer. En daar heeft hij een houvast in. Dat geeft hem denk ik ook moed en hoop. En zo hoort het ook. Want daar is de Bijbel voor bedoeld. En niet om je angst aan te jagen. Maar om je echt ontzettend bang te maken. Voor je eigen hartje. Want er is een brede weg en er is een smalle weg. Dus maak goed je keuze. Denk niet dat je de smalle weg aan het bewandelen bent, terwijl je eigenlijk met de brede weg bezig bent. Dan zit een beetje kak. Nou, ik ga je niet een les lezen, maar jij bent je eigen schoonmaak. Jij kan zelf je eigen Bijbel lezen. Dit is mijn vriend Billy. En dat is geflitst, maar dat is dus fout. En dan zal die volgende dan zonder geflitst. Oh nee, gewoon ja, oké. Okay. Is er wel. Lekker druk is het. Leuke tent dit hoor. Is het streetcafé in Arnhem. Zijn ik hier naartoe nog. Altijd erg leuk. Lekker druk is. Ja, dan kan je er niet schakelen. Ja. Dit is de zondagmiddag. Dit is de reggae middag. Die DJ's dan. Het streetcafé in Arnhem. Ik kan het zo vinden met de Google Maps. Hé, maar voor nu. Ik denk dat ik alles goed heb samengevat. Er zijn misschien een paar dingetjes die ik achterwege heb gelaten. Maar het meeste weet je wel. Over hoe het kwaad zich heeft ontwikkeld in de politiek. Kennis kan geen kwaad. Tjus, mijn lieve vrienden.